Yo, what's up guys van NLN, welkom bij part 24 van Sleeping Dogs. Voordat ik begin met mijn intro, laten we eerst even luisteren naar Katushka. Now I'm gonna put a tracking device on you. I should be able to follow you wherever you go. Okay. You nervous? A little. Look, I'll be behind you the whole way. Thanks, Wei. I really appreciate the help. I know Katushka will too. Nobody else there looks out for girls like us. Oh lol, dit is Ilyana. Haha. Wist ik. Breng Ilyana to Yarkwailai. Mooie naam, man. Dat is dus deze chick, Ilyana, is die chick van de K-bar. En om haar hebben we de vorige part zitten pokeren. Die dude heb gewonnen. Express laten winnen. Dit is de prijs. En we gaan vervolgens haar volgen. Kijken waar hij haar mee naartoe neemt. En zo kunnen we haar vriendin opsporen die Katushka heet. Oh ja, we sort that out. Come on, honey. Ga mee met opa Yarkwailai, Shnai. Foto de kidnapper with Ilyana. Oh, laat ik dat maar heel snel doen dan. Ja, duidelijke foto. Dat is gewoon een boot. Boeien. Ja, in die foto heb je echt niks gewoon. Maar goed, boeien. We gaan heel snel de motor pakken, want anders komen we er niet achteraan, zeg maar. Maar welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb, zoals jullie weten, 2 dagen niet geüpload. Maar dit is allemaal... mede doordat ik jarig ben geweest en het gewoon druk heb de afgelopen tijd. Naast dat ik niet alleen jarig ben geweest, is het op school ook druk. Waar ik eigenlijk eerlijk gezegd vrij weinig aan heb gedaan. Dus ik breng eigenlijk mezelf een beetje in de nesten door het steeds maar weer uit te stellen en uit te stellen. Ik denk dat dit vrij herkenbaar is voor de meesten. Waar zijn we aangekomen? Oké. Drive to the next vantage point to follow the board. Dat laten we dat maar ook maar eventjes doen. Maar ik denk dat het best wel herkenbaar is op het moment dat je op school zit en jarig bent en dan weer zo'n week hebt en dan weer zo'n week. En daarbij ook nog eens een Nederlandse commentator bent en bijna elke dag upload. Ik rijd er langs, what the fuck. Dan ga je dus tijdnood krijgen. Dat is waar ik op dit moment in zit. Ik heb dus daarom om die redenen 2 dagen niet geüpload. Maar jullie snappen wel, nu ik het zo uitleg waardoor dat komt. Kijk eens wat een prachtige acrobaten zijn. We staan gewoon op onze motor, wat een badass. Totaal zinloos, maar we doen het gewoon. Oh, moeten we weer naar de volgende vantage point. Wat een rare vantage point, want je had zo eigenlijk kunnen uitschieten en het water in kunnen vliegen. Oh, ik neem de verkeerde route, maar via deze route kan het ook. En nu? Oh shit, ik moet de weg op. Ging bijna fout in. Ik zag het echt niet meer hoor. Oké, we zijn er bijna aangekomen en zodra we uit deze stress weg zijn, kan ik eventjes verder gaan vertellen met mijn verhaal. Wow, gaat goed. Ik ben net een dronken Mogol, jongen. Inderdaad, waar de fuck is de boot heen? Hey, what are you doing? Dat zie je toch? Ik stil je boot, dikzak. We moeten naar Ilyana's last GPS position. Oh shit, dit is best wel raar eigenlijk, want ze is opeens van de aardbodem verdwenen. Kijk deze locaties, jongen. Al die eilandjes, het ziet er best wel awesome uit. Zo. Ik heb duidelijk mijn handrem gebruikt met die boot. What the fuck, we staan in één keer stil, maar goed, boeien. Dit zijn echt rare locaties. Mochten jullie gebrom op de achtergrond horen, dan is het feit dat mijn telefoon naast me ligt en ik echt non-stop WhatsAppjes ontvang. Super irritant. Maar ik kan het ook niet op een andere manier, anders zou ik mijn telefoon het raam uit moeten gooien. Dat ga ik ook niet doen. Find Ilyana. Holy shit, check deze locatie, jongen. Dikke vrouwenhandel hier. Wow. Oh jee. Daar hebben ze weer hoor. Hanky Panky Chunky Longy. Defeat enemies. Pew 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 pew. Oh, een tijdje geen game gespeeld. Is duidelijk te merken. Ik zie erachter wel iets glimmen. Die moeten we misschien, als we het niet vergeten, straks even oppakken. Oeh, slow motion. Jij ook met je kale kutkop. Bam. En nou vanaf deze kant. Gevaarlijke shit dit man. Hey,
Oh nice, die is ook dood. En dan de laatste. Oh, oh, ben niet eens dood. Fucking dik. Oh, nou wel. Fucking nice. Die zag er echt sick uit. Oké, we pakken de shotgun op. Ziet er echt wel awesome uit, deze gun. En vooral als we het straks in slow motion gaan gebruiken, dan blaas ik ze helemaal weg, jongens. Maar eerst moeten we snel eventjes de lock pikken. Yes, of course I can. Wait a minute, Weishan is busy. En nu? Dit zag er heel spannend uit. You're not like the others, Wei. There's something about you. You better keep a low profile for a while. Wei is the most decent gangster I know. Zeker weten. Ik ben ook een politieman. Sukkels! Ah. En jullie lopen gewoon naar huis alsof er niets is gebeurd. Zou ik ook doen. Plus 22 women they were holding in two other locations. This is one of those cases nobody was paying attention to. If you hadn't cracked it, every one of those girls would have been forced into prostitution. Hou op, telefoon. What the fuck? Nou, wauw jongens, ik kan eindelijk, er is gesprekje is geweest, we hebben een zaak opgelost die niet, waar niet veel aandacht aan geschonken werd. Daarnaast hebben we ook een trofee verdiend, zoals jullie zagen, en we hebben wat extra cop experience. Maar wat ik jullie dus wilde zeggen, 2 dagen niet geüpload, komt allemaal door die verjaardag en die school en die bla bla wie ik net al heb uitgelegd. Dus, alsjeblieft, word daar niet boos om, ik heb ook een leven jongens. Maar, kijk even goed rond hier, het ziet er echt cool uit, het is ochtend. Ochtendzonnetje komt op en al die eilandjes en zo bij het water. Het ziet er best wel cool uit. Wie weet kunnen we dat ooit nog gaan doorzoeken, zeg maar. Wie weet liggen er nog dingen op het eiland, weet ik natuurlijk niet zeker. Maar laten we nu maar gewoon verder gaan met... dat ging net goed. Verder gaan met de game. We gaan maar gewoon een missie selecteren. Conflicted Loyalties. Of Return the Jade Statue. Ik weet het niet. Ik twijfel. We kunnen ook dit gaan doen, jongens. Oh. Ben je bijna tegen een auto aan. Al die Chinezen rijden echt als mafketels. Ik zelf natuurlijk ook, maar ik mag dat. Ik ben hier natuurlijk wel een fucking chairman van de Sun On Yi en ik ben ook een politieman, dus ik mag dat. Maar goed, we gaan eventjes een Jade statue terugbrengen. En ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar zodra je dat doet, mag je een nice nieuwe vechtmove aanleren. Dus, we gaan naar binnen en we zien wel wat er gaat gebeuren. Monkey, thank you. I understand your sister passed. She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story. I suppose. Though in light of that, your chosen career is rather interesting. To me anyway, knowing who you are. You asked me once not to lie to you. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. What would you like to learn? What would you like to learn? Nou, we mogen sowieso melee training doen, zoals jullie zien. Ik kan daar 7 dingen voor leren. Of tenminste, ik heb... Wacht even, even goed nadenken nu. Volgens mij heb ik al 7 van die dingen teruggebracht. Of niet? Of kan ik nu... Oh, wacht eventjes. Ik kan er 7 inleveren. Dus ik kan hier gewoon fucking 7 moves gaan leren. Grijp hem vast. Even kijken, wat moet ik doen? Grapple en dan. Dan wat? Trouwens, focus jullie eventjes op het commentaar op de achtergrond. Hè? Het enige wat je hoort is gewoon... dat hij ons afbrandt en afkraakt, terwijl we eigenlijk gewoon een fucking goede student zijn. Auw, what the fuck? Dit is echt gestoord niveau. Hoe kan je op studenten gaan oefenen om hun been te breken? Dat is... Oh man, dat is zo pijnlijk. Oh, 3 keer achter elkaar. Dat ziet er echt te naar uit. Waarom? Oké, nou moeten we het op de andere bitches gaan oefenen. Auw. Fucking hell. Ja, die anderen zie je gewoon schrikken. Nee, niet mijn been ook breken, maar ik ben ook het slachtoffer. Help.
Auw. Dude. Hier, man. Probeer al 10 keer wat bij te doen. Zo. Oh, what the fuck. Jouw been breken we ook maar. En daarna staan we gewoon weer op. YOLO. Auw. Ja, dat is eng, hè? Hier, bitch. Alright, will do, man. Will do. Rewards unlocked. We hebben dus de leg break geleerd. Oké, nice, jongens. Nou, we kunnen dus nog zoveel van die statues inleveren. Dus ik twijfel heel erg of ik dat nu moet doen of dat ik dat later moet doen. Want gewoon 7 statues. Dat betekent dus dat ik steeds opnieuw weer nieuwe moves kan leren. En al die moves zijn best wel sick. Dus dan kunnen we veel beter vechten richting het einde van de game. Aangezien daar de gevechten ook steeds moeilijker gaan worden. En met heel veel moves kunnen we daar beter tegen. Dan kunnen we er ook beter iets op terug doen. Ox, vette moves ofzo. Well. Did you enjoy your time in the States? It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully. So as not to lose it. Oké, wat zullen we nu eens gaan leren, jongens? Gewoon als een mafketel op vierkantje blijven rossen. Oeh, holy shit, die is sick. Ik deed het ook gewoon in één keer goed. Die ziet er wel nice uit. Tja, bam, bam. Oeh, shit. Nou komen de andere studenten er weer bij. Auw. Hier. Oh shit, dikke move. Die laatste kick is gewoon recht in zijn gezicht. Het is echt pijnlijk. Je ziet die gast ook echt wegvliegen. Oeh, die zag er echt nice uit. Af en toe voel ik me echt zo Jackie Chan hoor. Gewoon. Oeh. Ook al. Hoor nou hoe boos die gast wordt. We doen het zo goed, hè. En het enige wat hij zegt er. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Zag dat bloed ontstaan dan op zijn gezicht. Ik was hem gewoon nog aan het trappen in het laatste filmpje dat eigenlijk niet eens kon. We hebben de Stun Strike follow-up geleerd. Yeah. I found one of your statues. The boar. An important part of the collection. Ever think about going back to the States? It didn't work the first time. Why would it again? The past goes with you wherever you go. So you will confront the past rather than run from it. Damn straight. I wonder, is the past something we can defeat? Or is it something we simply come to terms with? Jongens, ik schoot bijna in de lach van een fucking domme WhatsApp die ik tijdens dit las. Die man is vet droog aan het praten en ik krijg een WhatsApp, dus ik lees. Zegt Ricardo, ja maar ze wilt niet blijven slapen, zegt Daniel. Dan blijft ze toch wakker. What the fuck? Ja, goede oplossing. Nou goed, we gaan lekker verder. De spinning heel kick. Pam, 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 wuzza, pam! Deze vind ik het sickst, jongen. Tenminste, hij ziet er zo stijlvol uit. Ik vind die echt awesome. En vooral als je zo los aan het gaan bent op iedereen. Zoals dit. Perfecte voorbeeld. Dat je er meteen 2-in-1 hebt. Ik vind het zo dope. Ik vind het echt vet. Oeh, jezus. Die kwam hard aan. Die had hij niet verwacht. Bam. Oh, holy shit. Ze hebben er niet eens zin meer in. Die man die kapt gewoon mijn gevecht af. Ik ging zo los op zodat we gewoon vroegtijdig stopten. Holy shit. Nu hebben we de spinning heel kick gewonnen. Gewonnen ook echt. Verkregen. We kunnen er nu nog eventjes kijken. Nou, dat zie je straks pas, hè. Volgens mij kunnen we er nog 4 inleveren op dit moment. I am grateful. How are you doing? I'm fine. But the past, I mean. Your past. That's one of those questions you shouldn't ask.
is it? I guess those are the rules. But someone should ask it, even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? Didn't you know? Of course, didn't you know? Die gast kan echt niet praten. Praat dan gewoon lekker in je eigen taal in plaats van dat je gebroken Engels gaat praten. We kunnen nu de Jumping Power Roundhouse Kick. Die klinkt wel sick eigenlijk. Maar we kunnen er toch nog vier doen. Dus het houdt in dat we eerst deze gaan doen en daarna kunnen we die andere moves nog doen. Maar dit gesprek gaat echt nergens meer over op WhatsApp hoor. Als jullie me af en toe horen lachen, dan komt het door met debiele WhatsApp shit. Oké, opnieuw. Doe. Vierkantje, 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 vierkantje. Oh shit, ik hou van deze kick. Vierkantje, 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 BAM! Oh. Hier. Vierkantje, 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 vierkantje. En hij komt gewoon weer de ring in. Hij is al helemaal elkaar gebeukt en hij stapt gewoon de ring weer in. Ja, dat is pijn in je ballen. Oeh. Jezus, gewoon een elleboog op zijn fucking slaap. Auw. Jezus, hé. Hier, ik mag mijn moves niet eens meer afmaken. Ik mag mijn moves gewoon niet eens meer afmaken. Het wordt gewoon ingekort. Ik ben zo aan het losgaan dat ze bijna dood gaan, die gast. De Jumping Power Roundhouse Kick. Jee, yeah. Die was echt vet. Ik vond die echt awesome. I found one of your statues. Tiger. Ah, the tiger. Thank you for the statue. It seems as though they're all finding their way back to me now. Perhaps that was their destiny from the start. What does that make me? Oh, I have no doubt your return to Hong Kong will affect many destinies. Not least your own. Yeah? Surely. That's why you came in the first place. Maybe I just wanted to move back. Maybe. And maybe I decided to break my own rule and train a known triad for no reason whatsoever. But I think we both know different. Wat een diepgaande gesprek op het moment dat je zo'n ding inlevert. Maar we gaan gewoon rustig verder. We kunnen er nog drie inleveren, wat inhoudt dat we ook nog drie moves kunnen doen. Ik hoop dat jullie dit een beetje vet vinden hoor. Als jullie het niet vet vinden, ja, dan heb je pech, want deze hele part zit vol met melee training. Even kijken. Sick! Gewoon een dubbel kick terwijl je... Ik doe altijd al sprinten en dan trappen, maar dan doe ik nu gewoon een dubbel kick erachteraan. Die vind ik wel echt vet, jongens. Oh nice, we vechten gewoon buiten de ring op dit moment. Oeh! Oh shit! We zijn echt los aan het gaan met Wei. Af en toe halen ze me echt helemaal uit mijn move gewoon. Dan blijven ze maar tegen mijn rug aan rammen. Oeh, die fucking knie. Oké, I will stop by again, man. Maar we gaan nog twee keer langskomen, want er zijn gewoon best wel veel statues die we hebben gevonden en nu in één keer kunnen inleveren. De double jump kick, vrijgespeeld. Awesome. Rooster. Good, good. What did you do in the States? What makes you think I did anything different than what I'm doing now? You have the feel of a man wearing another man's skin. It fits very well, and yet, if one knows a man underneath, it clearly isn't right. Ja, horen jullie dat? We hebben weer leuk naar therapeut Chinese Boy geluisterd. Oké, ik ben benieuwd wat deze move inhoudt. Sprint, tackle. Huh? Wacht even, sprint en tackle. Holy shit. Nice.
De disarm tackle. Dus ze zijn bezig met stokkies. Oh, maar dat betekent dat ik ze ook in elkaar ga mappen met stokkies. Fucking pijnlijk. Kijk, en nou heb ik ook meteen zijn ding. Oeh, what the fuck, ouwe? Het ziet er echt te pijnlijk uit. Oh, wat? Op studenten, dit kan je toch niet doen op studenten? Dit gaat nergens meer over, die gasten zijn bijna dood. Oh, what the fuck? If you found one of my statues. Nou, zal me ook meteen nieuwe studenten meenemen. Als die nog raar gingen. Ik zal ook meteen nieuwe studenten meenemen, want die gasten zijn bijna dood, joh. I found one of your statues. A sheep. This is good. You don't look well, Wei. Is everything all right? No, Sifu. What do you plan to do about it? It is what it is. So if your punches are weak, that means they're destined to be weak? Or is it true that through practice and concentration, you can change? Some problems are harder to solve than a weak punch, Sifu. Watch my students for a minute. You may change your mind. Ja, nou, dat vind ik ook hoor. Oké, we kunnen nog één zo'n ding inleveren, dus dan is het waarschijnlijk de Stun Grapple Follow-Up. De laatste die we inleveren. Oh, wacht even, wat moet ik doen? Stun Grapple, je moet gewoon een rondje ingedrukt houden, staat er. Nee, dat is niet goed. Dat is de andere. Ga maar terug en doe maar weer net alsof je bewusteloos bent. Wat? Dit is gestoord. Dit oefen je gewoon niet op studenten. Gaat hij weer hoor. Ik wil het nog een keer. Nog een keer. Ja, ja, ja. Oh, what the fuck? Juist. Jezus, die gast is dood, man. What the fuck? Ja, tuurlijk, Wei. Ga nu maar even door, joh. Ja. Nog een keer. Die gast is al 10 jaar dood gaan. Jezus. Woe. Hold to launch a stun grapple attack. Oh, woe. Hou op, man. Oh, ik heb echt... Er zijn zoveel studenten op de wereld, maar met deze heb ik het meeste medelijden. Wow, jezus. Wow, die laatste move was fucking sick, gewoon. Als we dat op vijanden gaan doen, hè, dan ga ik echt helemaal los, gewoon. Nou, dat was de laatste, jongens. Op het moment dat je nu naar binnen gaat, dan... Ik ben benieuwd wat ze aangeven. Oh, kijk. Je kan hier nu gewoon missies doen of ze beginnen met vechten, geloof ik. Kijk, see you to start training. Oké, okay, klaar. Done with this shit. Oké, jongens. Laten we missie selecteren, daarheen rijden. En ik weet niet, ik denk niet dat we nog genoeg tijd hebben om die missie überhaupt te gaan doen. Maar, wauw, ik moet weer lachen om me wat... Oh, al die fucking verjaardags-WhatsApps. Het is nu dus dinsdagavond en we hebben zaterdagavond een huisfeest bij mij. Dus mijn moeder gaat het huis uit, het hele huis voor ons alleen. En al mijn vrienden zijn welkom. En we zitten dus te overleggen in een WhatsApp-groep. En die WhatsApp-groep is helemaal nergens over. En één vriend, die heeft nu dus gezegd... Ja, ik blijf niet slapen, man. Nou, dat maakt niet uit, want je hoeft niet te blijven slapen. Maar het is wel vet, ik nodig je daarvoor uit, weet je wel. En jullie mogen het ook weten, je mag het gerust weten. Het is Fakka Fakka, het is Ricardo. En die heeft dus sinds kort een vriendin. Maar zijn vriendin wil niet blijven slapen. Nou, snap ik.
Oké, toch? Je hoeft niet altijd te blijven slapen. Als die vriendin het liever niet heeft bij allemaal vreemden, want het is de eerste keer dat we haar zien, dan hoeft dat niet. Maar die Carla gaat redens verzinnen om niet te komen. En dit maakt het gewoon geniaal. Ja, ik slaap gewoon thuis met mijn vriendin, want dan hebben jullie meer ruimte. Dat is de eerste reden. Dan denk je, what the fuck, dude? Dus iedereen zit allemaal shit te posten in de groep van, ja, nee, dat snap ik. Want ik wilde natuurlijk wel mijn modeltreinen meenemen en mijn wasmachine. Het slaat helemaal nergens op, een reden om ruimtegebrek. Maar goed, als we je uitnodigen, betekent het niet dat we te weinig ruimte hebben. Maar dat is zijn goed recht, maar hou op met slechte redens te verzinnen. Redenen, redens. Rebus? Haha. Maar goed, we zijn dus onderweg naar mijn nieuwe missie, jongens. En dat was een stukje privéleven. Ik hoop niet dat Ricardo hier boos op wordt. Dit mag gewoon iedereen weten, want dit slaat gewoon nergens op natuurlijk. En dit is ook niet heel erg bijzonder. Dus als je hier boos op wordt, dan ga ik echt slopen. Ongeveer 500 meter nog richting de markering. En dat is dan een Sanonji missie, want die zijn altijd met dat soort van blauw-groenige kleurtje aangegeven. We gaan eventjes deze auto hijacken. Rijdt een stukje chiller dan die kapotte motor. En daar links zie ik eigenlijk wel een vette auto, maar fuck dat. We gaan nu dus gewoon met deze auto naar markering. Zo, daar zijn we ook aangekomen. Krijgen we waarschijnlijk een cutscene. En zodra die cutscene is geweest, wordt er van ons verwacht dat we ergens heen rijden. Alleen zullen we die volledige missie niet kunnen doen in deze part. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Er staat wel echt een hele vette auto voor de deur. Laten we eerst even wat eten. Net zoals in de voorgaande part, we hebben leuke herinneringen aan dit plekje. See, very good dog. Yes, thank you. Oké, cutscene jongens, laten we kijken. Way! How did the date with Vivian go? You wanna be her new boyfriend? Relax, Ricky. I'm just making a joke. So, Way, you know Fifi Meow? You mean the movie star? Yeah, I heard of her. What's she doing these days? She's doing another movie in the Stripper Assassin franchise, but I want the role for Vivian. That's a great idea. That would be huge for Vivian. Yeah, it would help her profile. Aren't you going with Vivian to the release party? Yeah, you're right. Good call. We're releasing the track that King produced tonight. You have a great time. You and the hottest star in Hong Kong. Go, have fun. You know Big Smile Lee? Oh yeah, we've crossed paths. Good. We've got a joint venture making porn. He brings the girls, I bring the production and distribution. That's good money, I bet. Yeah, if Vivian pisses me off, that's where she'll end up. But there's more money if I keep her a star. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that for me? Yeah, of course, Sonny. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. There's a box of stuff over by the elevator. Oké, jongens, ik hoop dat jullie wat snapten van die cutscene. Go to the apartment building. Daar gaan we heen en we pakken deze fucking vette auto. Oh, waarom moeten we nou nog stelen? Ik dacht dat die van ons was. Lol, nou goed, we hebben hem gestolen. Boeien. En hij rijdt best wel chill eigenlijk, zie ik. Wel wat snel, want hij vliegt al meteen uit de bocht. Sowieso zijn de auto's hier raar te besturen hoor, in deze game. Oh, gaan we weer. Het nieuwe nummer. You're an original slut. Oh yeah. En nou, natuurlijk meteen weer vette muziek, want Warp Radio is een van de vetste radiozenders uit Sleeping Dogs. Hudson Mohawky Fuse. Super vet nummer. Vet artiest. Ken het uit Dirt 3 en nu zit het ook in deze game. Awesome. Nou, rijd door, Mongolen. Oh, lekker. Het voelt wel grappig trouwens. Met zo'n auto door de straten driften en dan dit nummer op de achtergrond. Dan voel ik me een beetje als Need for Speed nog wat. Ik weet niet meer hoe die game heet. Carbon, geloof ik. Lijkt een beetje op Carbon. Die trams zien er trouwens echt te lelijk uit, maar goed. Het is een oude game, ik vergeef het. Het is echt een toffe auto. Ja, jongens, ik rijd er voorbij. Ik weet het. Maar dat doe ik expres. Noah!
Wat zijn jullie mensen aan het doen? Jezus, die gast die stond gewoon te hakken. Don't alert the cops. Ja, dat snap ik. Ik rijd hier ook zonder reden mensen dood. Talk to the doorman. Hello. Excuse me, sir. I don't think I've seen you before. I'm a location scout. Could you let me have a look around? Only residents and their guests are allowed, sir. Now be quick. I'll make it worth your while. No. It's not gonna happen, sir. You have to leave the premises, sir. Alright, find another entrance into the apartment. Dat gaan we dan ook maar meteen doen. Anders hebben we straks ruzie met deze meneer de doorman. No sin in. Oké, nou, wacht even. Nou moeten we nog zijn waar ik net reed ook. What the fuck? Hier reed ik gewoon toevallig net langs. Nou goed. Hier moeten we ook zijn. Oké, we klimmen omhoog. En, nou, ik denk niet dat we de volledige missie kunnen doen. Dus zodra we ergens de plek hebben om de part te eindigen, dan eindig ik de part ook. Dus ik ga jullie nu alvast bedanken voor het, what the fuck doe jij hier opeens? Oh, een innocent killed. What the fuck? Ik dacht dat het een enemy was. Wat doet hij hier dan? Nou goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze part. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Laat natuurlijk je like achter. Vergeet niet te abonneren. Laat je mening achter onder deze video. En ik zie je terug in elke video die ik maak. Stay awesome guys. En later.